Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben op dit moment in Tanger. Ik ga nu ontbijten bij Sky 17. En ik heb een hele erge buikpijn. Gewoon echt ontzettend erge buikpijn. En ik wil het allerliefst gewoon heel de dag in bed liggen en de tv-series kijken. Ik ga een ijsje eten. Ik ga niet naar het zwembad, ik ga vandaag niks doen. Ik ga zo lekker naar huis toe en dan gewoon in de sneakbed series kijken. Want het doet zoveel pijn. Mijn buik. Dus ik ga nu gewoon mijn haar doen voor het geval ik in de avond even wat wil eten of drinken of zo met de meiden. Dan heb ik in ieder geval mijn haar gedaan. En daar blijft het dan altijd heen bij. Oké, mensen, ik ben bij Jasmin thuis en wij zitten heel de dag in bed. Althans, heel de tijd in bed. Series te kijken. Ik heb net Love & Hip Hop gekeken. Story is juicy, maar Jasmin denkt dat alles in scène is gezet. We hebben honger. We gaan niet naar buiten. Ik ga McDonald's voor ons halen en gewoon. Oh, ja. Sorry. Mijn nek. Ze is door haar nek gegaan. Of ze heeft iets verstuipt waardoor ze haar nek niet heel goed kan bewegen. Maar ik ga nu McDonald's halen zodat wij gewoon heel de dag in bed kunnen blijven liggen en McDonald's kunnen eten. Het is zo druk op de boulevard hier altijd en het is 1:30 al. Ik snap niet wanneer mensen van plan zijn om naar huis te gaan. Maar I got bae! I got bae! I got a lot of bae. This is our current situation. Hey Jasmin? Good morning guys, het is de volgende dag. Ik ben heel vrolijk opgestaan. Ik was gisteren super moe. Vandaag is het minder zo. Ik ga nu even ontbijten bij cappuccino met de dames. En dan ga ik lekker zwemmen. En dan denk ik dat ik gewoon met Jasmin weer in bed ga liggen of zo. Tot in de avond. Dus ik denk dat dat echt ons lijf is. Voor nu. Ik heb dit pak van de Zara weer aan. En mijn Chanel slippers eronder. En dit is eigenlijk het. Het is zo warm hier. Het is echt belachelijk warm. Ik ben aardig bruin geworden. Vinden jullie ook niet? Mensen, ik zit al best wel lang onder de zon. Naar mijn idee ben ik heel mooi bruin geworden. Maar het kan wel zijn dat mensen daar anders over denken. Ik wil hier eigenlijk zo best. Ik sta best wel hard en ga ik mijn haar peunen en dan ga ik Jasmin naar huis. Ik zit inmiddels in de auto. Ik heb gezwommen. Ik weet niet wie dat nog meer krijgt, maar ik krijg af en toe van die hele rare bultjes door de zon. Maar het moment dat ik de afterstander opsmeer, dan gaan ze weg. En ik heb het gelukkig alleen op één schouder en niet op de ander. Maar ik irriteer me er veel erg aan. Ik ga nu mijn haar doen. Het fijne hier in Marokko is echt naar de kapper gaan. Want het is hier 1, super goedkoop om naar de kapper te gaan. En 2, ook al doe je niks, dan heb je op zijn minst je haar gedaan. En mijn truc is altijd, zeg maar, na de zwembad je haar laten doen, dan is het helemaal niet druk en dan kan ik lekker thuis chillen, zo rustig liggen. En dan hoef ik daar niet over na te denken, want dan is dat in ieder geval gedaan. Dus dat ga ik nu gewoon weer bij Millennium Spa doen. En dan ga ik naar huis. En mijn haar is weer gefuind. Ik ben hartstikke blij. Het is ietsje slechter geworden met de zon. Hier in Marokko, ik heb 2 lifesavers. Deze man kijkt me echt fucking raar aan. Hij is like, what she's doing. What is she doing? Hij is echt grappig.
Ik heb een haargeurtje gekocht op de airport van Chanel. En die is al op de helft. En Otandre vind ik sowieso heel lekker. Maar hier zit geen alcohol in. Dus als je dat in je haar spuit, dan voelt het niet zo stroef. En deze NYX lipolie is echt live. Vooral met de zon. En als je het idee hebt dat je lippen verbranden, moet je gelijk dit doen. Dit is echt lege. Ik ga nu McDonald's halen en dan ga ik naar huis. Zo grappig. Dat is mijn standaard planning. Goedemorgen, het is de volgende dag. Gisteren heb ik echt vrij weinig gedaan. Dikra is gekomen. En toen ben ik met Dikra naar cappuccino geweest. En dat is eigenlijk het. Ik ben nu met Dikra weer. Ik heb haar opgehaald en wij gaan nu lekker eten, ontbijten en dan gaan we zwemmen. Wij zitten bij Kalinski en hier neem ik altijd burger met Emlou en dan wat neem ik hier burger met Emlou? En Emlou dat komt van Agadir, toch? Ja, volgens mij. Agadir staat echt bekend om Emlou en Agadir. Ik wou Emlou en nee, je haalt me helemaal uit mijn ding. Honing. Nee, oh! Om Emlou en Ergenolie. Daar staat Agadir bekend om. Dus dat heb ik besteld en ik neem hier altijd cement, zeg maar, een Marokkaanse soort van pannenkoek. En dan gesneden met honing. Vind je lekker? Dus wij gaan hier nu eten. Even een keertje iets anders dan cappuccino. Nou, dat is dus geen cement met honing. Maar ik heb wel begrepen. Dit is zo'n 1001 graten pannenkoek. Met Emlou en noten erop. Dit vind ik echt niet lekker. En die heeft een hamburger. Niet smakelijk. Wij zijn nu bij Movepic. Wij gaan hier zwemmen. En dan gaan we daar naar McDonald's eten. Ja. Ik heb dat al ingepland. Ik heb echt buikpijn. Wij hebben net gezwommen en wij gaan nu vis eten. We hebben echt heerlijk gezwommen en we gaan bij El Mero hier gaan we vers vis eten. Hoe heet het? El Mero. Oh, El Mero. Gegeten. Wij gaan nu allebei bij Leila ons haar doen. Dikra wil eigenlijk niet, want ze is altijd gewend haar eigen haar te doen, maar ze moet. En ik heb echt extreme uitgroei voor mij doen. Ik vind het zo lelijk. Dus ik ga dit ook fixen. Ik heb dit keer voor rood gekozen en ook op mijn voeten. Want ik kan er niet tegen als de een andere kleur heeft dan de ander. Even een keer iets anders dan wit en rood. Top! En goedenavond, ik zit in de passenger side dit keer, want ik was mijn camera in de auto vergeten en wij hadden ons even omgekleed om naar cappuccino te gaan. Ik heb hier een mega grote steenpuist. Ik ben echt moe. Ze hebben vandaag echt mijn haar te plat gefeund of zo. Ik vind het niet zo. Wauw, ik heb een jurkje aan van Dante die ik Marwe heb laten halen voor mij. En die is meegebracht door een vriendinnetje. En hij zit echt heel lekker. Hij zit zo lekker. Ik was de camera eigenlijk vergeten en daarom was ik eigenlijk naar de auto gekomen. Maar wij zitten nu bij cappuccino en we gaan hier nu crepe eten en een pizza delen. Maar het eten is hier niet zo lekker of zo, zeggen mensen. Maar ik ga het ondervinden. Het is de eerste keer dat ik echt warm eten soort van eet. Maar ja, met de pizza kan je ook niet echt fout gaan, vind ik. En dan zien we wel een beetje wat de dag brengt. Ik ben vandaag heel moe of zo. Ik denk dat het ook komt door de zon, dat je aan het einde van je vakantie dat je echt zo'n inkakmomentje hebt. Ken je dat? Dat je denkt, ach, ik ben zo moe. Ik heb een Red Bull genomen omdat ik super suf ben. En wij gaan nu een pizza bolognese delen, terwijl we wachten op een crepe. En we hebben weer een crepe met Nutella. Echt zo heel nonchalant. Een random plodder erop, maar het is super lekker. Dit is trouwens het jurkje van Dante die ik aan heb. En hij is hier gewrapt, soort van. En dan loopt hij zo... nonchalant. Hij is echt super mooi. En hij was in de uitverkoop. Good morning. Jij ook, good morning, gorgeous. Dikra en ik zijn net wakker geworden. We hebben gisteren bij cappuccino. Wat hebben we eigenlijk gedaan nadat we bij cappuccino waren? Precies niks. Niks.
heel de avond geroddeld. Nee, ja. Heel de avond gekletst. En toen zijn we gaan slapen. Dit was chill. Ja, dat was wel chill. Wij gaan nu... Althans, ik ga nu even heel snel naar Jasmin toe. En ik moet een nieuwe koffer halen. Want mijn koffer was verpest de dag dat ik aankwam. Dus dat was echt heel... Dat was echt balen. En dan gaan we ontbijten. Dus ik ga je even alleen laten als je het kan. Redden zonder mij. Het moet beter worden. Zij heeft helemaal koffie. Ik zit in de auto. Ik heb net mijn koffer even opgehaald bij Jasmin. Zij gaat nu namelijk weer naar Tutuan. En dan zie ik haar over... Ik denk morgen weer. Ik ben nu bij de Carrefour hier. Bij haar in de buurt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien daar. Maar ik hou echt van de Carrefour. En hier is Paul. En Dika komt hier nu naartoe. En dan gaan we ook gelijk samen even ontbijten. Oh my god, jullie zien lichter de plukjes er doorheen. Maakt niet uit. Geeft wat charme, oké jongens? Ik heb echt zin in een beignet op een of andere manier. Wij gaan nu lekker eten. Ik heb zo'n aardappelbedje met kip tandoori en aubergine en zo erin. En Tika heeft een crepe met Philadelphia en zalm. Oké, wij zitten op de bank. Wij zitten letterlijk heel de dag gewoon Netflix te kijken en pesten te spelen. En Dikra is heel slecht met pesten. Ja. En ik denk dat we zo even naar buiten gaan om een hapje te eten. Maar het was vandaag ook heel winderig, dus we zijn niet gaan zwemmen of zo. We zijn echt letterlijk heel de dag thuis gebleven. Winning. Oké, kies jij dan een goede thriller of zo uit? Ja, dat moet ik, horror toch? Nee, een thriller. Een thriller is altijd beter dan horror. Op Netflix. Hebben jullie nog suggesties voor Netflix films? Want ik kom er niet uit, zeg maar.